VHP-parlementariërs hebben vandaag dringende aandacht gevraagd van de regering over de verschillende problemen in de zorgsector. Zo wees het lid Cheryl Dijkstil erop dat personen nog steeds moeten betalen voor labonderzoeken, waardoor ze zieker worden door de toestand waarin ze zijn. Daarnaast vroeg ze ook aandacht voor de gezondheidswerkers die constant in actie zijn, terwijl ze de zorg naar de gemeenschap moeten garanderen. Nog zieker door die toestand van onzekerheid. Alsjeblieft, regering, grijpt u in. Bij de RGD is er een sit-down actie sinds 29 juli. Lumsum, dat is afgesproken met de regering, is nog steeds niet uitbetaald. Laten we in acht nemen, laten we onthouden dat de RGD de periferie is, met name voor COVID-zorg. We hebben er nu een R die van 0,92 naar 1,14 is gegaan. Laten we daarmee rekening houden. Straks zijn het deze mensen die opnieuw moeten inleveren. Graag uw aandacht. Gezondheidswerkers zijn al voor COVID overbelast, onderbezet en ondergewaardeerd. Regering, als u afspraken maakt met deze groep, eigenlijk met iedereen, en u om wat voor reden die afspraak niet kunt nakomen, communiceer op een waardige wijze met die mensen, maar laat ze niet blauw-blauw. VHP-lid Sjaan Binda vroeg ook aandacht voor de dienstverlening bij de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Mahinder Kumar Jogi riep aan de andere kant burgers op slechts gebruik te maken van de spoedeisende hulp bij noodgevallen. Spoedeisende hulp. Mensen verwachten dat ze snel geholpen moeten worden. Wat voor zin heeft het als je spoedeisende hulp noemt? Er zijn geen medicijnen, het is onderbemand. Er zijn niet eens wachtbanken buiten. Er is maar één wachtbank waar iedereen op moet zitten. En dit is, hoe zal ik zeggen, is niet wat wij willen in deze samenleving. Vandaar dat ik ernstige aandacht vraag van kijk, we moeten niet zullen met mensen hun leven. Ik wil aangeven dat wij wel moeten onderstrepen, voorzitter, onder welke moeilijke omstandigheden de mensen bij EHBO functioneren en werken, voorzitter. Dat het ook Surinamers zijn, voorzitter, dat het ook mensen zijn. Het zijn ook vaders en moeders, voorzitter, van kinderen die onder moeilijke omstandigheden functioneren. En het is wel goed, voorzitter, om de zaak omzichtig te benaderen, voorzitter. Want we moeten onze mensen door onze uitspraken niet demotiveren. Ze zijn daar om de zieke mensen te helpen. We weten dat op de EHBO er een aantal regels en protocollen zijn die gelden, voorzitter. En dat die dingen ook in acht worden genomen. En dat het ook zo is dat vaak wordt verwezen naar de huisartsen, voorzitter. En wanneer het daar niet voor geholpen kan worden, dat mensen gaan naar EHBO. Jogi vindt dat de gemeenschap gezondheidswerkers bij de spoedeisende hulp op een correcte en nette manier moet bejegenen voor de bijdrage die ze leveren.